Over een goede week barst het feest los in Nijmegen. Maar wat nou als Nederland de EK-finale haalt? En dan hebben we het vuurwerk. En het vuurwerk, daar zullen we een beetje mee moeten gaan schuiven in die avond. Als Nederland de finale haalt. En nou ook nog verlenging is en penalties. En verder in de nieuws vandaag. Festivalbezoekers verblijven op een wel heel landelijke camping. En zandwinning bij Leut omgetoverd tot natuurgebied. Nog 8 dagen en dan barst het feest weer los in Nijmegen. 7 dagen feesten en 4 dagen wandelen. Ook op zondag 14 juli. Dan extra speciaal vanwege de traditionele vuurwerkshow. Maar wat nou als Nederland de EK-finale haalt en iedereen die avond voetbal wil kijken? Het was een van de onderwerpen tijdens de jaarlijkse persconferentie. Vierdaagse feestendirecteur Joris Bouwmeister houdt van voetbal, maar houdt zijn hart vast voor een Nederlandse finaleplaats. Ja, spannend. De zondag van de Waal en Vlammen hebben we ook een EK-finale. We weten uiteraard nog niet of Nederland in die finale staat. Dus dat is echt nog wel even afwachten. Maar we hebben natuurlijk wel wat scenario's klaar liggen. En dat zou in theorie kunnen betekenen, als Nederland de finale haalt, dat we toch in programmering in de stad moeten gaan kijken naar schermen in de stad. Nou, ruimte geven voor de voetbalbeleving. En dat kan natuurlijk niet op één plek. Dat zal dan ook echt op allerlei plekken moeten. Om ook te zorgen dat het op die ene plek niet te druk wordt. En dan hebben we het vuurwerk. En het vuurwerk, daar zullen we een beetje mee moeten gaan schuiven in die avond. Als Nederland de finale haalt. En nou ook nog verlenging is en penalties. Dus het is voor ons best even schakelen en flink voorbereiden. Maar ook nog wel vooral even afwachten wat Nederland gaat doen. Dan een andere vraag. Zijn er nog wel schermen verkrijgbaar? Ja, zover ik weet wel. De schermen worden natuurlijk neergezet door de organisatoren in de stad en de horeca. Maar ik heb geen signalen gehad dat op dit moment een probleem is. Ja. Nou, laten we hopen dat het beide succesvol gaat worden die avond. Ja, als Nederland in die finale, de finale haalt, is dat natuurlijk alleen maar mooi voor Nederland. Dus in die zin juich ik ze toe. Organisatorisch gezien wel een uitdaging, dus misschien over 4 jaar, zeg ik dan even heel voorzichtig. Maar als het zo is, dan gaan we er natuurlijk ook iets moois van maken. Op de persconferentie werden als gebruikelijk weer allerlei feitjes en cijfers gedeeld, waaronder enkele nieuwe regelgeving. Toch waakt burgemeester Bruls er wel voor dat er niet wordt doorgeslagen in de regeltjes. Waar mogelijk laat men de teugels vieren, zoals dit jaar bijvoorbeeld in de afsluiting van het centrum. Dit jaar wordt de binnenstad niet om 12 uur, maar pas om 2 uur 's nachts afgesloten voor verkeer. Wat we dit jaar anders gaan doen, is dat de sluitingstijden van het centrum voor het verkeer, met name het gemotoriseerd verkeer, die gaan we van 12 naar 2 uur brengen. Dus daar gaan we wat vrijer mee om, omdat het naar mijn smaak wel te veel een beperking begon te geven. En kijk eens, de Vierdaagse is wel de belangrijkste wat gebeurde in die week, maar er wonen, leven en werken ook nog mensen in en rond het centrum die ook voort moeten gaan. Dus daar moet je ook rekening mee houden. De trend is eigenlijk, laten we maar op zeker spelen en steeds meer regels toepassen, maar ook nieuwe gaan bedenken. Nou, daar moeten we ook een keer van zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Het is al meer dan 100 jaar goed gegaan, ondanks dat de Vierdaagse populairder is dan ooit. Die regels zijn nodig voor onze veiligheid en daar sta ik ook voor. Maar we moeten altijd scherp blijven tot dat niet te ver doorslaat. Ook zal het Radboud UMC dit jaar weer een onderzoek uitvoeren tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar richten zij zich op scheeflopende mensen. Want dat zijn er nogal wat. En vaak hebben zij dat zelf niet eens in de gaten. Het onderzoek van dit jaar moet meer antwoorden gaan bieden. Wat mij zelf heel erg verbaast is enerzijds waarom lopen ze scheef en hoe kan het dat ze dat zelf niet in de gaten hebben. Dus, en u ziet duidelijk een verschil bij de eerste dag en de laatste dag. Nou, het lijkt erop gewoon, zeg maar, uit de observaties die ik door de jaren heen gedaan heb, dat je het vooral ziet na een paar dagen. Dus de derde dag zie je het veel, de vrijdag zie je het veel. Dus het lijkt iets, zeg maar, wat gedurende de Vierdaagse toeneemt. En je ziet het meer met warm weer. Dus of het dan iets met vermoeidheid te maken heeft of uitdroging, we weten eigenlijk helemaal niet waar het vandaan komt. Ja. En een simpele verklaring voor een boerenverstand als de mijne, ze hebben gewoon spierpijn? Ja, als ze gewoon spierpijn zouden hebben, hè, dan zouden ze ook weten dat ze scheef lopen. Je hebt wel eens mensen die hebben bijvoorbeeld ergens last, bijvoorbeeld van een heup of in de rug. En die gaan dan zo'n beetje lopen om dat te ontlasten. Maar die mensen weten heel goed dat ze scheef lopen.
Maar deze groep mensen, die heeft het zelf echt niet door. En dat is heel bijzonder. Ja. Dat belooft dus weer één grote happening te worden. Toch hinten de burgemeester ook alvast op volgend jaar. Dan is het namelijk de 100ste keer dat Nijmegen de thuisbasis is van de Vierdaagse. Er wordt al voorzichtig nagedacht over extra festiviteiten. En dan over naar ander groot evenement in de regio. Vandaag begint de 8e editie van het festival Down the Rabbit Hole. Dit driedaagse evenement trekt ongeveer 45.000 bezoekers. Zo'n 130 festivalgangers overnachten in de buurt op een boerenland, waar ze naast een plek voor hun tent of camper ook ontbijt krijgen en een rit naar het festival. En dat is zeker een bumpy ride. Dit weekend is de koeienwei van de familie Verploegen omgetoverd tot het konijnenweidje. Waar normaal de koeien grazen, overnachten nu zo'n 130 festivalgangers. Op deze camping kunnen zij ontspannen en worden zij de volgende ochtend na het ontbijt weer naar het festivalterrein gebracht. We hebben de camping opgedeeld met een sfeervolle stretchtent met een barretje. Daar kan je 's ochtends ook lekker je ontbijtje eten. Het is een rustige camping, er zitten op dit moment ongeveer 130 man op. Met de speciale pendeldienst hoppen de festivalgangers van en naar het konijnenweidje. Het is eigenlijk heel makkelijk. We hebben een soort van veewagen, een autoambulance, een beetje omgekapt naar een veewagen. Maar die is ideaal om mensen te vervoeren door het land naar de camping. We gaan dan door het weiland, dus het is wel een ervaring. Er staat een leuk muziekje aan en we zetten ze ongeveer 400 meter voor de deur, zetten wij ze af. Tussendoor gaan de werkzaamheden op de boerderij ook gewoon door. Nou, de boerderij doe ik hoofdzakelijk zelf. Na ochtendgedeelte en het avondgedeelte het nodige. Het koeienmelken, dat doen we veelal zelf. Maar daar heb ik ook zeker hulp nodig, bij nodig. En dat heb ik ook. Dus er worden van alle kanten wat er hulp ingezet. Zowel op de boerderij als zeker hier op de camping. Want anders wordt het te veel. Dat kun je niet allemaal alleen. Dit jaar is het de tweede keer dat de camping georganiseerd wordt. En zeker niet de laatste keer. We willen het sowieso vaker doen. Het is de tweede keer dat we het zelf organiseren. En 3 jaar geleden is een bedrijf naar ons toegekomen met de vraag of wij een camping wouden organiseren voor hun. Dat hebben we toen gedaan en daarna hebben we besloten zelf daarmee door te gaan. En de gasten zijn in ieder geval al enthousiast. Nou, heerlijk. Dicht bij het festival. Top. Goed vervoer hier op de plek inderdaad. Lekker met de platte kar op en neer rijden. Nou, top geregeld gewoon. Ja, en ook een beetje luxe, hè. Onze eigen caravan bij, dus niet die kleine tentjes. Dus ja, dat bevalt prima. Vorig jaar was dat ook al een succes hier. Ja, dan nog even terug naar de Vierdaagse, want tijdens de vuurwerkshow op zondagavond zal Fietsbrug de Snelbinder niet meer worden afgesloten. Je kunt dit jaar dus voor het eerst de Waal in vlammen bekijken vanaf deze brug, die toch wel een eerste klas uitzicht biedt. Het is alleen nog even de vraag of het tijdstip van de show misschien wat aangepast wordt vanwege de EK-finale. Verder nog goed nieuws voor wandelaars die bij terugkomst op de wedren geen zin hebben in een gezellig praatje met een medewerker. Er komen dit jaar namelijk scan-and-go-stations. Hier kun je jezelf vliegensvlug uitscannen en direct weer vertrekken. Eigenlijk een soort zelfscan-kassa, maar dan voor vierdaagse lopers. De nieuwe aanpak rondom startbewijzen die het mogelijk maakt om startbewijzen over te dragen aan een ander, valt in de smaak. Er is inmiddels al ruim 2300 keer gebruik van gemaakt. Het was voor veel wandelaars altijd een grote ergernis. Kon je bijvoorbeeld vanwege een blessure niet meelopen, dan was je je inschrijfgeld kwijt. Overdragen aan een andere wandelaar was organisatorisch en reglementair niet mogelijk. Zo klonk het altijd vanuit de organisatie. Dit jaar voor het eerst dus wel. Tot slot nog een paar kleine feitjes over de Vierdaagse. De organisatie merkt dat steeds meer deelnemers met de fiets naar de wedren komen. Daarom is het aantal fietsrekken dit jaar zelfs opgeschaald van 12.000 naar 18.000 stuks. En van alle deelnemers zijn er dit jaar 17.000 debutanten. De oudste deelnemer is 91 jaar en komt uit Bergen-op-Zoom. De jongste deelnemers zijn dit jaar er twee, Eva en Hielke. Ze zijn uiteraard 11 jaar. En de recordhouder is nog steeds Willy Heij uit Wiegen. Hij loopt de Vierdaagse voor de 64ste keer mee. En de stad begint zich langzamerhand klaar te maken voor de Vierdaagse. De eerste borden zijn al te zien en de wandelaars pakken hun laatste training mee. En ook de toeschouwers zijn er al volop mee bezig. Zo ook zorgcentrum Aquaviva. Het verzorgingstehuis Aquaviva in Nijmegen heeft al jaren een plekje aan de Sint-Annastraat om de Vierdaagse te kunnen kijken. Voor de bewoners van Aquaviva is het een mooi uitje. De hele dag zitten. Ik heb er mooie herinneringen aan.
Ik zat altijd aan de kant van de Sint-Anna-straat. Heb ik altijd gedaan. En ik zat altijd mee te lopen. Ik kon het zelf niet meer, maar ik liep mee. Ik vind de Vierdaagse, dat hoort bij Nijmegen. En Nijmegen hoort bij mij. 11 uur tot een uur 4, 5. En dat vind ik prachtig, de Vierdaagse. En alle mooie... Prachtig die zitten aan te moedigen. En prachtig. We zijn heel sociaal met elkaar. Dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Want je wordt door iedereen toegejuicht als je loopt. En heel veel landen doen eraan mee. Hè? Dat vinden ze er allemaal wel heel erg leuk. En ze lopen dus 's avonds krom van de blaren die ze hebben. Maar ze blijven doorlopen, want ze moeten naar die eindpunt. Ja, ik vind het heel knap. Dit jaar was Aquaviva er vroeg bij. Afgelopen dinsdag claimde de zorginstelling al hun plekje aan de Sint-Anna-straat. Het bordje en de linten van Aquaviva werden echter door de gemeente weggehaald. Voor het eerst zijn er hier dit jaar regels voor. Omdat het reserveren steeds grotere vormen aanneemt en het steeds vroeger begint, leggen we het aan banden. Iedereen moet de kans krijgen om tijdens de intocht langs de Via Gladiola te staan. Vanaf zaterdag 13 juli mag je een plek reserveren. Spullen die eerder neergezet worden, gaat het DAR verwijderen. Bij de zorginstelling vinden ze het jammer, maar is er wel begrip. We begrijpen dat het verwijderd is vanwege de veiligheid. We vinden het natuurlijk wel heel erg jammer, want het is voor ons praktisch gezien heel fijn als we een plek of verzekerd zijn van een goede plek voor onze bewoners die hulp nodig hebben tijdens de intocht en met het vervoer ernaartoe. Dus het liefst hebben we natuurlijk dat we verzekerd zijn van een goede plek. Maar we gaan ons best doen om er een mooie dag van te maken. En we zien jullie graag terug op de Sint-Anna-straat. En tot slot ook nog wat ander nieuws. De voormalige zandwinning Biesterveld wordt langzamerhand omgetoverd tot een natuurgebied. Maar ze zijn nog lang niet klaar met alle plannen. Het moet een rustig natuurgebied worden waar rekening wordt gehouden met mens en dier. 30 jaar geleden gingen de deuren dicht van de zandwinninglocatie Biesterveld. Al die tijd is het gebied niet toegankelijk geweest voor het publiek. Maar daar komt verandering in. Eigenaar De Beijer BV heeft grootse plannen om dit gebied om te toveren tot een rustig natuurgebied, waar iedereen kan genieten. We zijn al wat langer aan het kijken wat kunnen we ermee. Maar we hebben ook wat last gehad van krakers. We hebben allerlei wilde illegale houseparties zijn hier geweest. Dus zeggen we, we willen hier ook wat mee doen. En dat is eigenlijk zo'n mooi gebied. Het zou ook heel mooi als we dit kunnen openstellen voor de omgeving. Maar natuurlijk wel met een plan erachter. Het plan is om een gebied te creëren met wandel- en fietspaden, een strandje en ongeveer 100 recreatiewoningen. Dus eigenlijk is de bedoeling dat we hier een kleinschalig recreatiepark gaan starten. Wat echt in de omgeving opgaat en ook bezoekers die ook komen voor de omgeving. Hè. Dus voor de natuur, de natuurwaarde, de Millingenwaard, maar ook een keer naar Nijmegen gaan. Dus de mensen moeten wel passen, de bezoekers moeten passen bij dit gebied. Het is dus niet de bedoeling dat de rust in dit poldergebied ineens gaat verdwijnen. Er wordt rekening gehouden met de natuur en de dieren die hier voorkomen. Dus we hebben een ecologisch bureau laten kijken. Die hebben gekeken, er zit een das, er zit een bever, we hebben te maken met vleermuizen. Toen hebben we gekeken, wat kunnen we dan nog? En dan zeggen we, er is een heel stuk waar we eigenlijk, dat moeten we met rust laten. Want daar willen we met name natuurlijk ook de dieren, moeten daar gewoon rustig kunnen blijven. Maar er zijn genoeg stukken waar we de natuur kunnen omarmen en waar we meer natuur kunnen maken. Dus bepaalde agrarische percelen, die gaan we tot natuur omtoveren. Dus daar komt aanplant, daar komt bebossing. Dus het wordt eigenlijk, we trekken eigenlijk het gebied door. En bij het recreatiepark wordt de omgeving zoveel mogelijk betrokken. Het is ook een park wat niet in zichzelf gekeerd is. Maar de mensen moeten ook de deur uit. Die moeten gaan eten in Millingen of een Leut of een Ooi. Die moeten met de fiets de omgeving gaan bezoeken. Dus er komt op dit park ook geen winkel. Het is ook geen centerparks. Het is geen Peter Gillis-achtige toestanden, zwembaden, glijbanen. Dat komt er allemaal niet. Het blijft allemaal klein. Zo betrek je dus de omgeving hier ook bij. En heeft de omgeving er ook wat aan. Want dat is gewoon heel belangrijk. Want anders kan het op lange termijn ook niet blijven bestaan, zo'n park. Ja, en dan nog het weer. Hè. Het wordt morgen een dag met twee gezichten. We beginnen best aardig, met ook nog wat zon. Maar in de loop van de dag trekt er een buienlijn over de regio. Daar kan even flink wat water uitvallen en ook de wind trekt stevig aan. Als deze buien voorbij zijn, en dat kan al vrij snel zijn, wordt het verder weer droog en komt de zon ook nog even terug. Dat EK kan dus gewoon lekker buiten gekeken worden. En morgen maximumtemperatuur van 20 graden.
Zondag is er nog een kans op een enkele bui, maar het wordt sowieso al een vriendelijker dag dan zaterdag. Vanaf maandag draait de wind en gaat de temperatuur langzaam aan het oplopen. Later in de week komt deze weer uit rond de zomerse 25 graden. En tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 5 juli. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op rn7.nl of in de RN7-app. Ook het laatste Vierdaagse nieuws is nu makkelijk te vinden via rn7.nl/Vierdaagse. Maandag zijn we weer bij je terug, dus voor nu een heel fijn weekend en graag tot dan!